Het jild dat oors naar energiebedrijven gaat, kan met de nieuwe coöperatie investeert worden in het opwekken van groene energie. Maar in soort leden kan coöperatie Friesland 2040 van energieleveranciers eerst keer dat er groene energie uit Friesland gebruikt worden moet. Dat stimuleert investerings in groene energie. De provincie rekent op 50.000 klanten in 3 jaar tijd. Dan heeft 50.000 klanten die alle keer de energie kopen via de Friese Energiecoöperatie. En op dat stuit krijgt je dus een macht om mensen die al hier hetzelfde willen, namelijk groene energie kopen uit Friesland. Waar. En als je dat yield, wat zou je betalen in energie, dat gaat dan net naar de grote energiemaatschappijen, maar dat gaat naar het doel kopen groene energie in Friesland. Op het stuit is de groene Friese energie beschikbaar voor 5% van de bevolking. Terug het plan maat er in 10 jaar genoeg wijzen voor heel Friesland. Inspiratiebron is de Amelander Energiecoöperatie. Ameland heeft een hele simpele coöperatie. Daar koop je nou 1000 mensen energie via die coöperatie. Ik groene energie en dat wordt winst maken. En dat wordt investeerd in Ameland. En dat zijn we dat in Friesland niet. Dus het yield moet weer omvloeien naar de dwarpen van Friesland. Dus het yield komt weer om bij de dwarpen. Dus bij de mensen die het maandag aan de coöperatie.